Sylvain ligt al 4 jaar in een coma. Hij wordt thuis verzorgd en dat kost handenvol geld. De apotheek, dat is elke week toch voor een bedrag ongeveer 40.000 à 50.000 frank aan medicatie, aan zondevoeding, aan incontinentiemateriaal. Een groot stuk krijg ik terug. Dat is de mutualiteit die gewoonlijk opdraait, hè, voor de kosten. Zoveel jaren geleden had een mens kansloos gestaan. Hè. België heeft een van de beste ziekteverzekeringen ter wereld, maar die wordt langzamerhand onbetaalbaar. Vlamingen raadplegen te vaak hun arts en die schrijft te veel dure geneesmiddelen en behandelingen voor. Dat kost tegenwoordig 15 miljard euro overheidsgeld per jaar. 20 keer meer dan in 1970. Frans is gepensioneerd. Vorig jaar is hij geopereerd en lag een paar dagen in het ziekenhuis. Ik ben dit jaar geopereerd van een breuk van hier tot hier. En ik ben 10 dagen in de kliniek moeten blijven. De facteur, dat is ongelooflijk. Als je komt aan op 9 maanden. Dat je 76.000 frank betaald hebt. Hè. En ja, dat was wel een duur rekening die ik gekregen heb van de kliniek te betalen. Zijn behandeling en verblijf in het ziekenhuis worden op het remgeld na door het ziekenfonds betaald. Er is altijd een eigen aandeel dat in België betaald wordt en wat we het remgeld noemen. Grosso modo, gemiddeld, is dat 25% en de rest wordt betaald door het ziekenfonds. Maar ook dat remgeld blijft beperkt. Frans geniet zoals iedereen van de maximumfactuur, waarbij alle remgelden boven een bepaald bedrag worden terugbetaald. Voor u is uw maximumfactuur 650 euro. Dat is het maximum dat u dus per jaar moet betalen met uw bescheiden inkomen. Alles wat er boven komt, betalen wij u terug als ziekenfonds. Dat is een extraatje dat je vroeger niet had. Waar dat dus de kosten van het ziek zijn toch een beetje draaglijker worden. Hè. Ik zal u die berekening ook meegeven. Dan kun je dat thuis eens vertellen hoeveel dat je mocht opdoen op verlof. Hè. Okay. Als je daarmee op verlof gaat. Ja. Onze ziekteverzekering is gebaseerd op het solidariteitsprincipe. Iedereen kan ziek worden, dat weten we erkennen dat ook. En de solidariteit is voor een deel gebaseerd op het feit dat ik ook weet dat ik net zo goed als diegene die nu ziek is, ook kan ziek vallen. En zelfs vanuit puur rationele overwegingen kan argumenteren van dat had ik kunnen zijn. Ik zou ook graag hebben dat dat dan niet op mijn leven een desastreus effect heeft. Dus op grond daarvan aanvaard ik dat ik nu bijdraag tot de behandeling van iemand die ziek is. Dankzij die solidariteit is ook de thuisverzorging van patiënten zoals Sylvain mogelijk. Hij ligt al 4 jaar in een coma en wordt door zijn vrouw en een thuisverpleegster verzorgd. Dat is begonnen eigenlijk met een hersenvliesontsteking. Hij is tijdens de nacht van opname 10 minuten zonder zuurstof geweest. En dat is de toestand, daardoor is de toestand zoals dat hij nu is, dus volledig verlamd, incontinent, niet kunnen praten. Dus ja, een groot stuk van de hersen is gewoon verdwenen. Anita zorgt fulltime voor haar man. Al haar kosten worden terugbetaald. Als ik dat goed bekijk over al die jaren, heeft mij dat zeker al wel ongeveer, als ik alles bij elkaar tel, een klein 12 miljoen gekost aan zorgen, aan medicatie, aan al wat erbij komt kijken. Een groot stuk krijg ik terug, maar het leven is toch gebroken. Hè? Ons leven is helemaal gebroken. We kunnen niet weg wanneer we willen. Ik haal hem daarmee niet terug. Met zijn twee voeten op de grond. Al de rest, het gewone dagelijkse leven, komt er niet meer terug. Hè. De lijst met wat wel en niet terugbetaalbaar is, wordt opgesteld door het RISIF. En die lijst wordt al maar langer. Sinds vorig jaar staat ook kunstmatige inseminatie erop. Hoewel onvruchtbaarheid niet altijd als een ziekte wordt beschouwd.
Strikt genomen zijn die mensen niet ziek. Dat zijn mensen die geen kinderen hebben en die daar geen enkele last van hebben. Dus strikt genomen is dit een zelfgekozen wens. Je wenst kinderen, ja, en je kan dan toevallig geen kinderen krijgen, maar je hebt daarvan geen gezondheidsprobleem. Dus als je het zo gaat definiëren, dan valt infertiliteit niet onder de basisgezondheidszorg. Nu, ondertussen, en dat bewijst het feit dat het opgenomen is en terugbetaalbaar wordt, lijkt het idee meer te groeien dat het niet kunnen vervullen van die wens een hele grote impact heeft op het leven van die mensen. Als dat dan zo is en uw oplossing is medisch van aard, ja, wat belet u dan om dat te doen? Een baby kunstmatig verwekken kost gemiddeld €10.000. Dat zou in de toekomst wel eens problemen kunnen opleveren, want de ziekenfondsen hebben elk jaar meer geld nodig om alles terug te betalen. Er komen meer en betere technieken op de markt, die ook een comfort betekenen voor de mensen. Er komen nieuwe geneesmiddelen op de markt. Ik refereer bijvoorbeeld naar heel de discussie rond de cholesterolremmers. Dat is een belangrijke discussie, maar het prijskaartje om de cholesterolremmers terug te betalen is 6 miljard Belgische frank. Dus dat is een aanzienlijk bedrag dat de kost van de gezondheidszorg de hoogte induwt. Dat dubbeltje, dan weet je wat u heeft opgestuurd. Het geld dat de mutualiteiten terugbetalen krijgen ze via het RISIF. Dat is een federale overheidsdienst met een enorm budget. Het budget van de ziekteverzekering is groter dan het budget van de Vlaamse gemeenschap. 15, 16 miljard euro is een kolossaal bedrag. Maar men mag het niet altijd aan de lastenzijde bekijken. 8% van de actieve bevolking verdient zijn brood in die sector. Het is uiteraard ook een belangrijk economisch gebeuren. Het geld van de ziekteverzekering komt uit loonlasten die u en ik afdragen via werkgevers- en werknemersbijdragen. Die eenzijdige financiering is gevaarlijk. Door de huidige crisis blijft de werkloosheid stijgen en daardoor dalen de inkomsten van de sociale zekerheid. Daarom boort de overheid andere financiële bronnen aan. De regering heeft nu een kleine beslissing genomen, bijvoorbeeld om te zeggen, kijk, we gaan een bijkomend accijns, een klein beetje belasting bij op de pakjes sigaretten, en dat is rechtstreeks voor de ziekteverzekering. Er is een deel bijkomende premie bij autoverzekeringen die naar de ziekteverzekering gaan. Dus ik denk dat we ook naar de toekomst toe creatief zullen moeten zijn. Rokers betalen dus mee voor de ziekteverzekering, maar dergelijke maatregelen zouden niet ver genoeg gaan. Er zijn voorstellen om rokers te straffen en de medische gevolgen van hun verslaving bijvoorbeeld niet meer te verzekeren. Het probleem daarbij is vooral dat je er één groep uitneemt om allerlei redenen, maar dat er eigenlijk heel weinig argumenten zijn om het tot die groep te beperken. Met andere woorden, ik kan net dezelfde campagne beginnen ten aanzien van mensen die te veel eten en hart- en vaatziekten ontwikkelen. En je kan dit in categorieën oneindig uitbreiden. Iemand die aids krijgt door onveilige seks, ja, je wist dat het niet veilig was, dus bij gevolg gaan we nu niks betalen voor uw aidsprobleem. En ja, als je, en dat ben je eigenlijk op grond van rechtvaardigheidsoverwegingen verplicht, als je dat gaat toepassen naar alle andere aandoeningen, dan ga je zien dat we heel veel geld gaan over hebben in de gezondheidszorg. Hele groepen uitsluiten is dus ook geen oplossing om extra geld vrij te maken. Maar professor Loeks van de VUB is formeel. Als de regering durft, kan ze het gat in de sociale zekerheid op een andere manier vullen. Ik denk aan een vermogensbelasting, de opbrengst van een vermogensbelasting. Als men de moed heeft van dat soort beslissingen te nemen, denk ik dat we de uitdaging van de toekomst aan kunnen. De vraag is of men de politieke moed zal opbrengen, of de politieke machtsverhoudingen vandaag gunstig liggen, of voldoende gunstig liggen, om dergelijke beslissingen te nemen. Het geld moet van nergens komen. De vermogens moeten ook een inspanning doen. Maar ik herhaal het nu nog. Het is natuurlijk iets zeer gevoelig en ik denk dat onze maatschappij nog niet bereid is om dat te doen. Met maatschappij bedoelt de minister de politieke partijen die niet gewonnen zijn voor een extra belasting op spaargeld of onroerende goederen. Ik kan dat niet alleen doen als een politicus, want dat is geen echte politieke zaak. Het is een gemeenschappelijke zaak. Het is dus een zaak dat u niet kan behandelen als
een zaak die in de handen van 1 of 10 of 100 mensen is, dat gaat over zoveel mensen dat het moet lang en diep gediscussieerd worden. We leven al maar langer en lijden daardoor meer aan allerlei ouderdomskwalen. Bovendien komen er elk jaar tal van nieuwe remedies en behandelingen op de markt. Daardoor worden artsen en geneesmiddelen elk jaar gemiddeld 7% duurder. Het overheidsbudget voor gezondheidszorg stijgt volgend jaar maar met 4,5%. Door kleine projecten in samenwerking met ziekenfondsen proberen sommige artsen om medische kosten goedkoper te maken. De Brugse Poort is een van de 7 wijkgezondheidscentra in Vlaanderen. In dit Gentse dokterscollectief werken 13 zorgverleners onder 1 dak. Patiënten hoeven niet te betalen voor hun bezoek. Het ziekenfonds betaalt dat op voorhand uit aan het wijkgezondheidscentrum. Het centrum wordt voor elke patiënt die ingeschreven is, ja, een vast bedrag uitbetaald. Ja. We hebben op dit moment in ons centrum iets van een 3800 ingeschreven patiënten. Voor elk van die patiënten is dat per maand, ik denk iets van een paar honderd frank. Maar dat betekent dat we dus met dat bedrag maandelijks onze onkosten kunnen betalen. Omdat patiënten op die manier gratis verschillende artsen kunnen bezoeken, is de drempel om langs te komen vrij laag. En dan ik kom hier van 88. En ik vind dat niet gemakkelijk. Als er iets scheelt, ze waren met 4 dokters en nu zijn er meer, dan zal dat in een dossier kunnen. Ja, hé. En het is niet ver, het is gemakkelijk en ik ben er vrij content van. De artsen van het collectief remmen overdreven doktersbezoek af. Het ziekenfonds betaalt jaarlijks maar 5 consultaties per patiënt. Als de patiënt vaker komt, werkt de geneesheer voor niks. Ik speciaal zin, ik luister eerst naar je hart. De artsen werken ook in een bediendenstatuut, in een vast loonverband. Zij zijn dus geen zelfstandigen. Dat maakt dus ook een verschil in de binding die je met de patiënten hebt. Wij worden niet als het ware gepusht om mensen meer te zien of om mensen telkens maar te laten terugkomen. Integendeel, hè. Maar niet iedereen is tevreden met dat soort geneeskunde. Er bestaat ook enige argwaan. Vooral van de grote belangengroepen in de gezondheidszorg, vanuit de artsensyndicaten enzovoort. Omdat men eigenlijk denkt dat wij op die manier een stuk oneerlijke concurrentie aandoen. En dat men eigenlijk schrik heeft dat er te veel belangstelling voor dit soort systeem zou komen. Dat is voor nog een apotheek gaan mensen. Allee, komt het dan wel mee? Salut, dag. Die wijkgezondheidscentra worden heel vaak in een hoekje gedrumd. Juist vanuit die tegenkanting, hè, van allerlei belangengroepen. En het is erg makkelijk van die centra te gaan afschilderen als centra die werken met een systeem dat aan het vroegere Oostblok doet denken en dergelijke mee. Het heeft er helemaal uiteraard niks mee te maken. Maar in het kader van in een slecht daglicht stellen van dit soort systemen is het wel handig om dat soort slogans te gebruiken die helemaal niet op de realiteit slaan. En ook het RISIF is niet echt gelukkig met de gezondheidscentra, omdat ze weinig controle hebben op de werking ervan. Wanneer men iemand betaalt met een globaal bedrag van 100 frank, die man levert, of die vrouw levert daar verstrekkingen mee. Men weet niet altijd welke verstrekkingen daarmee gedekt worden. Er is een stuk kinesietherapie mee gedekt, een stuk geneesmiddelen, een stuk medische beeldvorming. Er is trouwens een studie aan de gang om aan te gaan of inderdaad deze financieringsvorm aanbeveling verdient om uitgebreid te worden of niet. Niet alleen consultaties en huisbezoeken wegen op het budget van de gezondheidszorg. Ook overdreven gebruik van geneesmiddelen kost al maar meer geld. Als je de vergelijking maakt met onze buurlanden, zijn we enorme pillenslikkers. Dat ook heeft voor een stuk te maken met gezondheidsopvoeding. De doorsnee patiënt denkt nog steeds dat wanneer hij naar de arts stapt en hij geen geneesmiddel krijgt, hij een slechte arts heeft. Met het gevolg dat die arts ook vaak geneigd zal zijn om die middelen te geven. Wat niet betekent dat het de beste vorm van gezondheidszorg is. Heel wat artsen hebben zelf moeite met het feit dat ze door patiënten onder druk worden gezet
om geneesmiddelen voor te schrijven. Het is zeker in een betaling per prestatie bijna een automatische handeling geweest voor wat hoort wat. Je moet betalen aan de dokter, je gaat dus met iets naar huis en dat kan, en het is ook heel dikwijls een voorschrift. Dat is dan weer het voordeel bij ons in het wijkgezondheidscentrum, waar de mensen niet moeten betalen. Dat is dat wij ons minder verplicht voelen om aan de mensen een voorschrift mee te geven. De ziekenfondsen proberen om het voorschrijfgedrag van artsen te veranderen. Wij hebben de gegevens met alle mutualiteiten samengebracht, hè, om in dialoog met de artsen te kijken van wie overdrijft hier eigenlijk. Die moet worden bijgestuurd. Dat kan niet meer zo, want uiteindelijk ook daar wordt er omgegaan met overheidsgeld. En om dat na te kijken worden de gegevens verzameld. Om eens te kijken wat per huisarts wordt voorgeschreven en dan wordt onderzocht of daar effectief ook misbruiken zijn. Hè. Maar dit gebeurt op dit moment zeer uitzonderlijk. Maar patiënten slikken niet van de ene dag op de andere minder pillen. In afwachting maakt de overheid reclame voor goedkopere generische geneesmiddelen. Door de promotie van die generische middelen zien we dat in de voorbije periode het percentage generische middelen toeneemt in België. We krijgen een stijging. Vergelijken we dat met het buitenland, dan is dat nog altijd relatief klein. Nu, de vraag is dan, hoe komt dat? En ik denk dat daar twee dingen belangrijk zijn. Enerzijds de druk die op de artsen wordt uitgeoefend vanuit de farmaceutische industrie. Doordat men overstelpt wordt met reclame van nieuwe middelen die zo'n grote verbetering zouden zijn ten opzichte van wat er voordien aanwezig was. En anderzijds ook de impact van die reclame op de patiënt. Omdat bij de overgrote meerderheid van de patiënten generische middelen nog altijd gelijkgesteld worden met witte producten, kwalitatief minder goede producten, wat het uiteraard helemaal niet is. Momenteel is maar 7% van de voorgeschreven geneesmiddelen generisch. Als dat aandeel niet verhoogt, willen de ziekenfondsen ons allemaal meer laten betalen. Als er een tekort is in de ziekteverzekering, dan moeten ook sinds 1995 de ziekenfondsen een deel van dat tekort betalen. En wij moeten dat dan verhalen, wij moeten dat dan vragen aan al onze leden. Is dat slecht? Het is alleszins beter dan het verhogen van het remgeld. Want als je het remgeld verhoogt, als je de eigen bijdrage bij een prestatie verhoogt, dan zijn het de patiënten die betalen. Terwijl als je een stukje moet mee inbrengen vanuit de ziekenfondsen in een deficit door een bijdrage te vragen aan alle leden, dan is dat toch wat meer solidair gespreid. Want dan betaalt iedereen, zowel de gezonde als de zieke en niet alleen de zieke. Ondanks onze ruime ziekteverzekering worden heel wat geneesmiddelen en behandelingen maar gedeeltelijk of helemaal niet terugbetaald. Daarom zoeken al maar meer mensen hun toevlucht tot privéverzekeringen. De bekendste, de hospitalisatieverzekering, is bij de helft van alle Vlamingen de afgelopen 10 jaar uitgegroeid tot een vaste waarde in hun verzekeringspakket. Josephine heeft borstkanker en is de laatste 3 jaar vaak in het ziekenhuis geweest. Zonder hospitalisatieverzekering zouden de kosten van haar verzorging een financiële ramp betekenen. Dat zijn de facturen van de hospitalisatieverzekering. Ik heb hier een bedrag 9.000 frank. 5.000 frank. Ja, dat is wel een 6.000 frank. Dat is hetgeen dat die hospitalisatieverzekering, DKV, betaalt hetgeen dat de ziekenkas niet terugbetaalt. 50.000 frank. 29.000 frank. 34.000 frank. Dus als de mensen dat niet hebben, dan moet je huis verkopen. Zo simpel is dat. Ik heb het eens opgeteld, geloof ik, over de 350.000 frank. Dus we zijn nog niet tot einde. Hè? Een huishouden die dat niet heeft, dan durf ik direct zeggen, mensen nemen het direct. Hè? Ik betaal voor mijn vrouw en mijn 2 kleinkinderen 22.000 frank per jaar. Voor 3 personen. Vic en Josephine betalen dus extra en zij zijn niet alleen. Bijna de helft van de Belgen heeft een aanvullende ziektekostenverzekering. Wat zie je? Dat mensen van langzaam meer de stap gaan zetten in de richting van privéverzekering. Als ik het risico loop van wanneer ik op een bepaald moment
naar het ziekenhuis moet, of wat dan ook, als ik het risico loop van te hoge kosten te hebben, dan ga ik me indekken. En je ziet dat in de periode 94 tot 2000, dat het aantal premies voor privéverzekeringen, dus hospitalisatieverzekeringen, dat die jaarlijks met 16% stijgen. Vic en Josephine zijn verzekerd bij DKV. Met 1,2 miljoen hospitalisatiepolissen is DKV de grootste privéverzekeraar in België. Ik zeg met trots dat de prijs van een private verzekering voor één persoon ongeveer dezelfde prijs is als het bedrag dat men betaalt voor een draagbare telefoon. En daarmee zitten jongens van 14, 15 jaar in de klas. Als men dat kan betalen, kan men zich ook een private verzekering veroorloven. Maar men moet wel begrijpen dat we geen lust hebben om klanten een waarborg te geven die 20, 30 jaar zitten te wachten en die dan met één voet al in de kliniek staan en dan komen ze rap gelopen om een verzekering af te sluiten. Die gaan bij ons tegen de lamp. Wie meer risico loopt om ziek te worden, betaalt een hogere premie dan iemand die jong en gezond is. En dat is logisch, want verzekeringsmaatschappijen doen aan risicoselectie. De eerste doel van een privé maatschappij is niet filantropie, is niet mensen te helpen. Het is eerst een profijt. Dat is een zeer gemakkelijke opmerking. Wij zelf hebben in de takziekte een zeer kleine winstmarge. We hebben zelfs een aantal jaren deficiten getoond. En ik blijf er ook bij dat de mensen die in de takziekte werken, ik ben zelf voorzitter van de afdeling ziekte, dat daar heel sociale mensen in zitten die enorm hun best doen. Ik geef graag toe dat wij een commerciële onderneming zijn, dat wij winst moeten maken. Maar ik bevestig ook met trots dat winst maken een zeer sociale opgave is. Een zeer sociale opgave. Ik zeg altijd lachend, had men maar bij Sabena winst gemaakt. Veel problemen zouden opgelost zijn. Maar nog het ziekenfonds, nog de hospitalisatieverzekering dekken alles. Een nieuw geneesmiddel dat Josephine voor haar borstkanker wil uitproberen, wordt niet terugbetaald. Het ziekenfonds bewaarde geen tumorweefsel voor verder medisch onderzoek. 2 jaar geleden bij mijn moeder denk ik niet dat de dokter dat echt toen dacht van oh, misschien hebben we binnen een jaar het weefsel nog wel nodig om dat soort onderzoek, want misschien heeft ze dan wel dat product nodig. Dus maar nu hadden ze daar zo wel een klein beetje meer rekening mee. Allee, dat is een mensenleven dat daarvan afhangt. Dat is natuurlijk niemand die u verbiedt van dat medicijn te pakken. En ik zou dat wel willen pakken, maar dat kost mij, ja, het kost mij over de 100.000 frank de maand. Dus dan moet je telkens een dikke hap uit je spaarpot pakken. Hoe lang houd je dat vol? Dat kun je niet volhouden. Er is geen enkele mens die dat volhoudt. Of je moet een rijke mens zijn natuurlijk. Op een bepaald ogenblik wordt de kostprijs een factor. We hebben maar zoveel, voor wat gaan we het uitgeven? En je gaat er dan onrechtstreeks van uit dat je het reserveert voor die dingen waarvan de samenleving dan oordeelt dat het voldoende belangrijk is. Dus je bent altijd verplicht om een aantal keuzes te maken. Daarom heeft de behandelende geneesheer van Josephine een beroep gedaan op de goodwill van de fabrikant. Dit is de brief die de professor naar het bedrijf Rocher of Rogge gestuurd heeft om een aanvraag te doen voor mijn moeder om het product te verkrijgen buiten dus het ziekenfonds om, en dat noemen zij vragen aan de firma Rogge voor deelname aan een compassionate use programma. Dus, uit compassie maak ik daarvan. Ik weet niet of dat daarop slaat, maar ik denk het wel. En nu heeft het bedrijf dus al 3 keer het product aan mijn moeder geleverd. Ja. De overheid legt ook in andere gevallen al maar vaker strenge voorwaarden op om dure medicatie terugbetaalbaar te maken. De grote vraag is, naar welke ziekteverzekering willen wij morgen gaan? En dan ga je een discussie krijgen die draait rond een basispakket. En ik denk niet dat je lang moet nadenken om te weten wat er dan gaat gebeuren. Dat basispakket zal gezien de overheidsschuld sterk gelimiteerd worden.
Als ik kijk naar wat er inderdaad gebeurt in sommige ons omringende landen, zijn er een aantal prestaties die in het verplicht pakket, in de verplichte korf van gezondheidszorg zitten en die men privatiseert. In Nederland heeft men daar een mooi woord voor. Men gaat over tot pakketversmalling. Men zegt en de regering Balkenende heeft dat nu voorgesteld, om tandzorg voor volwassenen niet meer terug te betalen. Ook kinesitherapie boven 9 prestaties per jaar wordt niet meer terugbetaald binnen het ziekenfondspakket. Maar daarvoor moeten de mensen, ofwel moeten ze het uit eigen zak betalen, ofwel moeten ze daarvoor een bijkomende private verzekering afsluiten. Nu, wat zien wij in Nederland, of wat ziet men in Nederland? Dat is dat heel wat mensen zo'n bijkomende verzekering nemen, maar er is toch nog altijd een groep van 20-30% van de mensen die zulke verzekering niet neemt. En dat zijn dan meestal de uitkeringstrekkers. De werklozen, de invaliden, de gepensioneerden met een laag pensioen, mensen die het niet breed hebben. Dus uiteindelijk die privatisering is voor een stuk toch een afbrokkeling van de algemene toegang tot de gezondheidszorg. De privéverzekeraars staan klaar om dat gat in het basispakket op te vullen. Zij stellen in dat geval een extra verzekering voor die toegankelijk zou zijn voor bijna iedereen, ongeacht zijn of haar medische toestand. Met deze verzekering doen we dus een enorme inspanning door te zeggen, we laten die mensen toe. Maar we zijn ook bereid gehandicapten toe te laten dan, diabetes toe te laten of andere toch wel verhoogde risico's. We zouden er een meerpremie voor vragen, maar die niet in verhouding staat tot het verhoogde risico. We zouden ze mee in de solidariteit van de rest houden en we hopen op die manier een bijdrage te leveren om het wettelijk systeem op dat pijl te houden wat we altijd zijn geweest, namelijk een van de beste van West-Europa. Dat klinkt erg mooi en dat klinkt erg solidair. De vraag is natuurlijk in welke mate dergelijke uitspraken vanuit de privésector niet ingegeven zijn door de situatie die we vandaag kennen, die heel politiek-economische situatie, die heel sterk duwt in de richting van de privésector. En daar voelt men binnen die privésector dat onder andere de risicoselectie een hinderpaal zijn om binnen die structurele verzekering, ziekteverzekering opgenomen te worden. Ik vrees een beetje dat de toegevingen die vandaag worden gedaan, dat die eens ze binnen, dat die toegevingen die vandaag worden gedaan, misschien genuanceerd zullen worden, eens die privésector binnen de structurele ziekteverzekering zal zitten. En dat men op dat moment toch wel zeer duidelijk grenzen zal leggen op die solidariteit. Ondanks die kritiek hebben hospitalisatieverzekeringen al lang hun nut bewezen. In de toekomst willen ze hun aanvullende rol graag verder blijven spelen. Het volledig basispakket laten ze over aan het ziekenfonds. Wij moeten eerlijk zijn, wij hebben daar de infrastructuur niet voor. Als je op dit ogenblik kijkt, de grote mutualiteiten hebben in ieder dorp hun filialen. Die hebben de computerprogramma's, die hebben de ervaring. Dat is een cultuur geworden. En ik blijf erbij, die leveren daar ook zeer goed werk. Dat kunnen wij nooit verbeteren. Integendeel, moest men morgen aan ons vragen om dit werk over te nemen, wij zouden daar zeer veel moeilijkheden mee hebben en dit zou waarschijnlijk qua niveau een stap achteruit zijn. Toch zijn privémaatschappijen nu al actief binnen die basisziekteverzekering. Om zelfstandigen dezelfde dekking als werknemers te garanderen, bieden ze een polis kleine risico's aan. Die kost gemiddeld €600 per jaar, maar 20% van de zelfstandigen neemt die verzekering niet. Constant, tot vorig jaar poelier, is er één van. Vorig jaar sloot hij zijn zaak en ging met pensioen. Ik had een persoonlijke verzekering. En als ik een werkongeval had in mijn atelier of in de zaak, dan werd dat automatisch betaald door die verzekering. En met het stoppen van mijn zaak wou ik nog kleine risico's nemen. En het was te laat dus, omdat ik te oud was. Dat mocht je nemen, ik denk tot 50, 52 jaar. En ik was te laat, maar zeker nodig om, krijg je geen kleine risico's meer, omdat de risico's te groot zijn. De vrouw van Constant was bij hem ingeschreven en had dus ook geen verzekering kleine risico's. Toen ze kanker kreeg, stapelden de rekeningen zich op. Ik denk zo het eigen zak, als ik bij alles reken, dus dan zou ik moeten, kom ik toch
aan een klein miljoen Belgische, oude Belgische frank. 4 maanden geleden is de vrouw van Constant overleden. Dat zou moeten een verplichting worden. Dat zou moeten een verplichting worden. Want sommige mensen komen voor verrassingen te staan. Dat is ongelooflijk. Ik denk niet als je nu een beetje gespaard hebt als kleine, als zelfstandige, dat je daar echt grote problemen mee hebt. Hè. Dat na enkele maanden die spaarcentjes verdwijnen. Dit soort financiële miserie is typisch voor zelfstandigen. Als straks iedereen zich extra moet indekken, dan speelt het principe van de solidariteit niet meer. Uiteindelijk zal, als men een stuk privatiseert om te besparen, zullen de inkomsten voor het officiële stelsel even hoog blijven, maar zal de burger bovendien dan nog iets moeten bijleggen om zich bijkomend te verzekeren. En uiteindelijk is dat ook onze vrees. Privatisering zal voor de mensen eigenlijk nog duurder zijn. Het oogt misschien wat goedkoper voor de staat. Het oogt wat goedkoper voor de staat. Maar voor de mensen zal het eigenlijk, bestaat het gevaar dat het nog duurder is. Ja. Ik heb zo het gevoel dat sommige instanties, ik denk dan meer bepaald in richting van de grote mutualiteiten, denken dat het terrein van de ziekteverzekering hun terrein is. Het is ook een belangrijk terrein. Je gaat naar de patiënt die ziek is, die moet geholpen worden. Als je die kunt helpen, bereik je een vorm van populariteit. En populariteit vertaalt zich ook politiek in stemmen enzovoort. En men heeft dus niet graag dat andere mensen op dit terrein komen. Uiteindelijk zal de politiek moeten beslissen welke kant het opgaat met onze ziekteverzekering. Minister De Mot is in elk geval tegen privatisering. Er zijn 2 dingen die volgens mij gevaarlijk zijn. Privatisering en niets doen om ons systeem te verbeteren. Er zijn structurele veranderingen die moeten komen. Maar de bedoeling is toch ons systeem te behouden. Ik ben zeker niet aan het zeggen dat onze beleidsmensen allemaal een gebrek aan lange termijnvisie hebben. De vraag is in welke mate de huidige structuren waarmee zij moeten werken hen toelaten van zelf op middellange termijn dingen in beweging te krijgen. Op dit ogenblik zie je dat zelf de best bedoelde beleidsvoorstellen vaak spaak lopen tegen de hoge muren van allerlei commissies en subcommissies die in het verleden zijn ontwikkeld om kwaliteit te garanderen, maar die van langzaam meer remmingen zijn geworden in een dynamische uitbouw van een toegankelijke en kwaliteitsvolle gezondheidszorg. We willen allemaal gezonder en langer leven en eisen terecht de beste behandelingen als we ziek worden. Faire en goede gezondheidszorg ligt aan de basis van een solidaire maatschappij. Maar als we daarbij met z'n allen het onderste uit de kan willen, zal een prijsverhoging niet uitblijven, met of zonder een privéverzekering. En wie dat niet kan ophoesten, mag hopen dat de rijkeren onder ons een steentje meer willen bijdragen. De ziekteverzekering sukkelt met onze dure gezondheid en kan geldgebrek niet uitzweten. Dat is een bittere pil die we niet van vandaag op morgen kunnen vergulden. Tot volgende week.